Mijn naam is Bosbeer. Ik bedoel, mijn achternaam is Bosbeer. Achteren. Van voren heet ik... ik heet dus Grote Dikke Bosbeer... en ik ben de aankondiger van dit programma. Ra! En het verhaal? Hoe heet het verhaal? Ra! Oh ja, het verhaal... dat heet... Ravenkoning. Dat heet... De Rovers en een Ravenkoning. Zo is dat. Ra! Er waren eens drie rovers. Janus, Manus en Linkeloetje. Ze woonden in een bos en alle mensen waren bang voor ze. Want het waren woeste schurken. Ze overvielen de rijke mensen die door het bos gingen. En de gewone mensen, die in het bos een luchtje wilden scheppen, joegen ze de stuipen op het lijf. Ze waren overal en nergens. Overal waar er iets te grappen was. En nergens waar ze werden gezocht. Maar ook de dieren in het bos waren bang voor ze. Want ze vingen patrijzen, hazen en fazanten. En roosterden ze boven een houtvuurtje om ze daarna op te smikkelen. Maar daarna gingen ze niet lekker een potje snurken. Nee, dan begonnen ze luidkeels te zingen. Hazen zat in hondenbloed, een borrel zwart en bos zo goed. Hadden eiers, borst in spik, een rover is een lekker bek. En is een rover eindelijk dood, dan hoeft hij geen borrel meer en geen brood. Karin-la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 -
Die schurken waren echt heel erg. Niemand kon ze de baas. En daar werden ze nog brutaler van. Ze liepen zelfs doodgewoon het dorp binnen. Bij de kruidenier pakten ze allerlei etenswaren en ook tabak en jenever. Maar toen ze moesten betalen, lachten ze de kruidenier uit en maakten zich uit de voeten. De veldwachter kon niks tegen ze beginnen. En omdat de mensen niet meer wisten wat ze moesten doen, riepen ze de politie uit de hoofdstad te hulp.
Een half bataljon geoefende boevenvangers, aan wie zelfs de slimste vos niet had weten te ontsnappen. Maar de drie rovers vonden ze niet. Nauwelijks waren de politiemannen weer weg, of de rovers waren weer terug en hielden nog erger haast dan tevoren. Ze klopten beleefd bij de mensen aan, alsof ze familie waren of goede vrienden die even kwamen aanwaaien. En als er dan open werd gedaan, dan zeiden ze... Goeiedag! En dan liepen ze zonder boe of ba naar de voorraadkast, pakten gedroogde vruchten, vers brood, boter, worst en pruimen brandewijn van de plank en gingen er weer van tussen. Ja, dat was voor een heleboel mensen een vreselijke tijd. En toen ze zich geen raad meer wisten, besloten ze hun toevlucht te nemen tot boerenslimheid. Want die hadden ze. En die had vaak geholpen. En kijk, de eerste was al gevangen. Maar die rovers, die waren niet gek. Ze hadden speciaal in een rij achter elkaar aangelopen vanwege de voorzichtigheid. En als er dan eentje in een valkuil viel, dan konden de andere twee hem eruit reizen. Zo zat dat. Op een keer was Janus in een boom geklommen om goed in de verte te kunnen kijken. Daarbij passeerde hij een ravennest. En hongerig als hij was, vraat hij meteen een ei op. Dat smaakte hem goed. En hij nam er nog een. En ook het derde ei liet hij niet liggen. Laat ons ook eens proeven. Gooi er een centje naar beneden. Ja. Gaan jullie ze zelf maar halen. Nesten genoeg hier in het bos. En ook de twee anderen smulden van de raveneieren. En vanaf die dag aten ze de 's morgens bij het ontbijt elk drie. Kraker de ravenkoning vond het verschrikkelijk. Kwaap, nu is het uit. Ik ken geen genade. Kraker was niet zo sterk, maar hij was nog slimmer dan een boer. En hij kon nog beter grappen dan een rover. Toen de rovers sliepen midden in de nacht,
oogje zachtjes naar beneden. Heel voorzichtig grapte die Janus zijn horloge uit zijn vestzak. Toen Janus wakker werd, voelde hij in zijn zak en riep: mijn klokken is platen. Ah, dat heb natuurlijk die gemene Maris gedaan. Want die lag naast hem en hij gaf hem een dreun tegen zijn kom. Nou, daar werd Maris wakker van, dat snap je wel. Hij begon meteen te meppen, maar hij raakte Linkerloetje. Linkerloetje sprong overeind en schreeuwde: wat je gemene Rik, sla je je eigen vriend. Ik zal jou eens even Boris leren, hè? En meteen gaf hij je map terug. Maar ja, zoals dat in het donker kan gaan, hij trof niet Manus, maar Janus. En wel midden op zijn neus. Die gaf meteen een lel terug. Eerlijk is eerlijk. Kortom, het was meteen een knok- en schuilpartij van belang daar in het donkere bos. De boeven mepten blindelings om zich heen. Daardoor raakten ze ook de richting kwijt. Woest om zich heen slaand gingen ze elke verschillende kant op. Ze mepten en beukten op takken en struiken in en verwijderden zich zo steeds verder van elkaar. Tot ze opeens tot de ontdekking kwamen dat ze hier, in die donkere bos, helemaal in hun eentje aan het vechten waren. Alleen overal duisternis. Ze werden er bang van, nu ze alle drie in hun eentje waren. Want je weet, rovers en boeven zijn alleen maar flink als ze met z'n allen zijn. In hun eentje zijn ze meestal bang. En dus begonnen ze te rennen, alle drie een verschillende kant op. En sindsdien heeft niemand ooit meer iets van de drie rovers gehoord. Stil en rustig.